In deze reeks video's gaan we kijken naar opdrachten van NASC 1. Dat is voor de VMBO, derde klas. Die is aan de hand van het NOVA-boek, vierde editie. En dit is hoofdstuk 1 van het derde klas boek. En dat gaat over krachten. En we doen het testje zelf. We lopen de antwoorden en de opgave even door. Nou, de eerste vraag, dat zijn een aantal weetjes over krachten. En je kunt merken dat de krachten op een vorm werken, omdat verschillende dingen kunnen veranderen. Hier staat vorm, richting en snelheid. En dat zijn inderdaad de juiste dingen. Dus eigenlijk kunnen een vervorming van een vorm of een verandering van snelheid. En die verandering van snelheid kan zowel van richting als van snelheid zijn. En wat natuurlijk ook kan gebeuren is dat het allemaal gebeurt. Hè? Als je bijvoorbeeld een auto hard schuin tegen een muur inrijdt, dan verandert de vorm van je auto en die van de muur waarschijnlijk ook. De richting van de beweging van de auto zal zeker veranderen. En zijn snelheid die ook. Dus het kan ook alle drie tegelijk plaatsvinden. Nou, tweede, dan gewicht even houdt de halter boven zijn hoofd. In de situatie werken er twee krachten op de halter. Eentje naar beneden, dat is de zwaartekracht. En eentje omhoog, dat is de spierkracht. Dat zijn gewoon weetjes, hè. Valt er niet zoveel aan te begrijpen, denk ik. Nou, streep door wat fout is. Verder even twee magneten. De magneten trekken elkaar aan als ze de noordpool van de magneet bij de zuidpool van de andere magneet brengt. Want verschillende magneten polen trekken elkaar aan. En de magneet is tot elkaar als de noordpool van de magneet bij de noordpool van de andere magneet brengt. En dat geldt ook voor de twee zuidpolen. Gelijksoortige polen stoten elkaar af. Nou, tijdens een survival weekend moeten deelnemers een beek oversteken. Dat doen ze met behulp van een stevig touw. 7:34, even te kijken dan maar. Nou, je ziet het gebeuren. De boom is, zit daar vast aan het touw, of beter gezegd andersom en aan de andere kant ook. Oké, de spankracht zal er in dat touw optreden. Eens even kijken, om wat voor kracht gaat het? De kracht van het touw op de boom, dat is een spankracht. Oké, hier moet je waar ze nodig gebruiken dat op aarde geldt G, dat is de gravitatieversnelling of valversnelling, is 10 meter per kilogram of 10 meter per seconde kwadraat, dat is hetzelfde. Je moet een kracht met een grootte van 60 newton tekenen. Welke krachtenschaal is dan handig? En dan kun je het verschillende kiezen. Ja, ik zou zeggen, eigenlijk is het allemaal niet zo handig. Want als ik 1 centimeter is 20 newton neem, dan wordt de kracht toch maar 3 centimeter. Vind ik niet zo een beetje klein. Maar goed, andere zijn helemaal niet goed natuurlijk. Dus dat is het beste. Maar eigenlijk is het natuurlijk aardig als de kracht een beetje groot is. Dus ik zou hier zelf een schaal nemen van 1 op 5 of 1 op 6. En dan krijg je een pijl van 10 naar 12 centimeter. Maar goed, dan de antwoorden die hierbij staan, is deze dan nog het beste. Want als je deze neemt, dan wordt de pijl 30 centimeter lang. En met deze 300. En met deze wordt hij met 3 millimeter. Dus A, B en C zijn echt helemaal niet goed. Dus dan is C nog de beste. Nou, 6. Welke opmerking is waar? Als de kracht 3 keer zo groot wordt, wordt de lengte van de veer 3 keer zo klein. Dat is niet zo, want wat er in feite gebeurt is, als de kracht 3 keer zo groot wordt, dan wordt de lengte toename van de veer, oftewel de uittrekking van de veer, 3 keer zo groot. En dan even kijken of die erbij staat. Ja, dat is D. Ja. Uittrekking is dus niet de lengte van de veer, maar de lengte dat die langer wordt ten opzichte van dat de veer onbelast is. Dus als je een onbelaste veer hebt van 10 centimeter lang, je hangt eerst 1 newton aan en die wordt dan 12 centimeter lang, is de uittrekking dus 2. En als je dat dan 3 keer doet, dan wordt hij dus 6 centimeter langer dan het oorspronkelijk was. Uittrekking is dan 3 keer zo groot. Nou, in figuur 35 zijn 2 krachtmeters getekend. Hoe groot is de kracht die elke krachtmeter aangeeft? Nou, hier staat 0,65 en 3,7. Zullen we eens even kijken of dat klopt. Bij A, even kijken hoor. Hij loopt van 0 en 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. 0,7. Nou, hij zit inderdaad. Nu opzetten we 0,6, zit hier 7 streepjes verder, dus dat is 0,67. Dat is volgens mij wat hier ook stond. 0,65, dat is moeilijk te zien in deze tekening. Het zijn maar 5 streepjes verder, moeilijk af te lezen. En hier 3, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 3,7. Ja, dit is echt wel duidelijk af te lezen, dat is 3,7. Nou, welke krachtmeter heeft de stugste veer? Nou, ze rekken ongeveer evenveel uit, maar niet zo heel veel verschil. En bij de rechtse veer heb je daar veel meer kracht voor nodig. Dan bij de linkse veer staat er ook op. En je kan maximaal 5 newton aan en 1 newton aan. En de lengte toename is ongeveer hetzelfde. Dus die linker veer die is veel slapper. En die rechte veer die is stugger. En dat is wat er gevraagd is. Welke is de stugste? B dus. Welke is de nauwkeurigste? Ja, je kan hier bij deze kun je op
0,01 newton aflezen. Hè, want tussen 0 en 0,0 en 0,1 zitten 10 streepjes. Dus dan, elk streepje staat 0,01. En hier is tussen 0 en 1 zitten 10 streepjes. Hier is de elk streepje 0,1. Dus die linker veer en die stinkjes aan de keurig van die rechts. De zwaartekracht op een bloemplop met een massa van 800 gram wordt gegeven met een pijl van 4 cm lang. Dus even kijken. Okay. Welke krachtschaal is er dan gebruikt? Zwaartekracht, het is 0,8 kilogram. En dat dus maal 10, dus dat is 8 newton en 4 cm. 4 cm 8 newton, 1 cm 2 newton. Ja, dat is goed. 9 op de tafel staat een bureaulamp in de massa van 1200 gram. Hoe groot is de zwaartekracht die op die lamp werkt? Nou, 1200 gram is 1,200 kilogram. En dat maal 10, dus 12 newton. Welke kracht werkt er dan meer op de lamp? Nou, die lamp die staat op een bureau. Die bureau, dat is een oppervlakte. En het oppervlakte duwt hem omhoog. Dat is een normaal kracht. En die kracht zal ook 12 newton zijn. Want als de normaal kracht meer dan 12 newton is, zou de lamp omhoog gaan bewegen. Is de normaal kracht minder dan 12 newton, dan zal de lamp naar beneden gaan bewegen, omdat de zwaartekracht 12 newton is. Ja, dus die twee die moeten samen een lentekracht opleveren van 0. Dat betekent het antwoord op D. Op een voorwerp heb ik drie krachten. F1 is 5 newton, werkt naar rechts. F2 is 12 newton en werkt ook naar rechts. En F3 is 15 newton en die werkt naar links. Oké, dan komt dan de vraag. Wat is dan de netto kracht? En in welke richting werkt die? Nou, even kijken. Er werkt dus in totaal 5 plus 12 is 17 newton naar rechts. En 15 newton naar links. Dus rechts wint met 2 newton. Dus dat is de netto kracht. 2 newton naar rechts. Dat zal ongetwijfeld het antwoord zijn. Juist. Nou, krijgen we de volgende weringen of ze waar of onwaar zijn. Ja, dat zijn vooral weetjes, denk ik weer. De spankracht. Dan staat er dat een touwverkabel in elkaar wordt gedrukt. Nee, het wordt juist uitgerekt. Om de nette kracht van een voorwerp te vinden, treden de krachten in dezelfde richting bij elkaar op. Ja, dat klopt. Als de kracht op een voorwerp een evenwicht maakt, is de nette kracht op een voorwerp 0. Ja, dat is goed. Om een evenwicht te maken, moet de normale kracht en zwaartekracht in dezelfde richting werken. Nee, die werken, nee, dat is niet zo. We moeten juist elkaar tegenwerken. Dat moet nog een keer even groot zijn. En om evenwicht te maken, moeten de normale kracht en zwaartekracht even groot zijn. Ja, dat is dus E. Dus dat is wel waar. 12 gezin gaat touw trekken, figuur 36, dat is deze. Paul en Ines nemen het op tegen Martine en Barry. Paul trekt met een kracht van 620 newton en Ines met 205 newton, dus samen 780 newton, of 78 newton, sorry. En die werkt dezelfde kant op. Ja, Martine met een kracht van 480 newton. Oké, hoe moet Barry dan trekken? Ja, dus die Martine en die Barry moeten dus ook samen 780 newton hebben, net als Ines en Paul. Even kijken, 870 min 480 is 390, daar komt hij vandaan dus. Dus 620 min 2 plus 250 min 480, daar kom je op neer. Oké, we zitten ondertussen bij 13, een knoflookpers in 13 werkt als een dubbele hefboom. Dat betekent dus dat je op twee plaatsen kracht uitoefent aan dezelfde kant, dus hier en hier, die staan nog getekend. Daardoor is de kracht op knoflook veel groter dan op de spierkracht waarmee je de pers dichtknijpt. De kracht op knoflook... Dat is in ieder geval groter. En hoeveel groter? De verhouding tussen die 12 centimeter, dat is de afstand hier tot het draaipunt, de arm. En hier de afstand tot het draaipunt, nee wacht even, dit is niet helemaal waar. De afstand van hier tot aan het draaipunt is 15 centimeter. En de afstand hier tot aan het draaipunt is maar 3 centimeter. Dus dat is dan 15 gedeeld door 3 is 5. En dat is ook de verhouding van tussen de krachten. Dus als ik hier 10 newton uitoefen, dan heb ik hier 5 keer zoveel newton, dus 5 keer newton. Omdat de afstand tot het draaipunt hier 15 is, en de afstand hier maar 3. En als je dat op elkaar deelt, is dat 5. Dan wordt de kracht dus 5 keer zo groot. Abdel gebruikt een klauwhamer bij 14 om een spijker uit een stuk hout te trekken. Zijn werkarm is 15 cm, zijn last daarvan 3. Dus dat is ook weer 15 gedeeld door 3 is 5 keer. Abdel trekt met een klauwhamer met een spierkracht van 40 newton. Dan reken dan de kracht op de spijker, die wordt natuurlijk groter, want daarom gebruik je de. En dat is 5 keer groter, 50 gedeeld door 3 is 5 keer groter, dus 5 keer 40 is 200 newton. In het midden zie je 3 moers, sorry, achter zie je 3 moersleutels. Hier zegt de linker moersleutel heeft een grotere beperking, hiermee kun je grotere kracht mee uitoefenen. Nou, dat is helemaal niet gezegd hoor. Eddie zegt de linker moersleutel heeft een langere stijl, daar kun je grotere kracht mee uitoefenen. Ja, dat is wel zo.
Dat is de momentenstelling. Hè? Als je een langere arm gebruikt, dan kun je meer kracht uitoefenen. En het groter dan de bek, dat zegt helemaal niks. Dus C. Hidde heeft ongelijk en Eddie heeft gelijk. Oké, 16. Als je een muur niet los kan krijgen met een grote muursleutel, kun je een beetje kruipolie op de muur spuiten. Je laat de olie een tijdje tussen de muur en de schroefstaart indrukken. Probeer het daar nog een keertje. Waar gaat de muur dan maar los? Dat komt omdat de last dan kleiner is. Je die muursleutel voor, hè, om een grotere last te krijgen. Dat de arm groter is dan, de lastarm is groter. En die olie die werkt natuurlijk ook mee. Jammer dat daar vreemd dat er niks over geraakt wordt. Een beetje vreemd. Want 17. De afmeting van een baksteen zijn 23 bij 10 bij 8. Welke baksteen moet de baksteen zijn om de druk zo groot mogelijk te maken? Moet het oppervlak zo klein mogelijk zijn. Dus dan moet je de twee kleinste hebben. 8 x 10 is 80 centimeter. Dan, hè, want hoe kleiner het oppervlakte is, hoe groter de druk. Want de kracht die steen uitoefent, die is natuurlijk constant. Hè? Het is gewoon massa maal g. Dan 18. Vul in de graafmachine en rugbanden om zonder problemen over een drassig bouwterrein te kunnen rijden. De rupsbanden zijn nodig om de kracht over een groter opperdak te verdelen. En ja, dat klopt. Hoe groter ja, precies. Daardoor wordt de druk kleiner, zodat dat die minder wegzakt. En hoe breder de rupsbanden zijn, hoe kleiner dan de druk op de grond is. Ja, dus je maakt hier dus gebruik van, oké, de kracht die is constant. Je wil de druk klein houden, zodat die niet wegzakt. Moet je het oppervlak te groot maken. 19. Een baksteen van 3 kg staat op de zijde met de kleinste oppervlak. De afmeting van de baksteen is in 23 bij 10 bij 8. Hey, dat hadden we al een keertje. Vergroot is aan de druk van de baksteen op de ondergrond. Nou, eens even kijken. Dus eerst maar de kracht uitrekenen. Dat is 3 kg maal G. Dat is 3 maal 10 is 30 newton. En het kleinste oppervlak is 8 bij 10. Dus dat is 80 vierkante centimeter. Dus krijg je 30 newton gedeeld door 80 vierkante centimeter. En dat is F 0,38 newton per vierkante centimeter. Reken dat maar na op je rekenmachine. Dus eerst 3 maal 10 is 30 newton. 8 maal 10 is 80 vierkante centimeter. En dan 30 newton gedeeld door 80 vierkante centimeter. Is 0,38 newton per vierkante centimeter. Goed, in het volgende filmpje gaan we verder met opgaan.